Hey allemaal, Roosje weer hier. We gaan vandaag mijn verjaardag vieren in Animal Crossing. Mijn verjaardag was vorige maand, voor de duidelijkheid. Maar ja, zoals we allemaal weten heb ik een beetje downtime gehad, omdat ik ziek ben geweest en omdat ik nog steeds aan het herstellen ben. Maar dat weerhoudt mij er niet van om nu in ieder geval proberen een video op te nemen ervan. Ik heb dus sowieso, ik wou de kerstvideo van Animal Crossing ook heel lang doen, dus daar heb ik heel lang mee gewacht, totdat het weer kon. En zodoende heb ik eigenlijk al die tijd mijn spel gewoon in december laten staan. En ben ik niet verder gaan spelen, want ik was zoiets van, ja, dat kan niet, ik moet dat stukje van de kerst nog opnemen. Maar ja, logisch gevolg is natuurlijk wel dat ik vervolgens mijn verjaardag voorbij ben, de kerstvideo heb geüpload en mijn verjaardag nog moet vieren. Dus ik moest best wel wat inhalen, want ik skip geen dagen verder. En intussen ben ik bij. Dus nu zitten we op mijn verjaardag. Dus dat is ja, nou, hè? Maandje verder ongeveer, valt mee vergeleken met de kerstvideo. Ik dacht zo, we gaan het gewoon vieren. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten hoe een verjaardag gaat in Animal Crossing, maar ik vind dat gewoon leuk om gewoon vast te leggen. Ik heb het ook niet echt op de stream of zo, niet echt op Twitch of zo kunnen vieren. En ik vind dat ergens wel jammer, maar dan kan ik in ieder geval nog in Animal Crossing de verjaardag vieren hier op YouTube. Dus dat is iets. Dat is een schrale troost. En hier is het vereeuwigd. Dus dat is natuurlijk ook wel wat waard. Maar goed, dan gaan we even kijken. Gaan we even wisselen naar mijn spel. En ga ik hem opstarten. Oké, daar zijn we dan. Goedemorgen iedereen. Het is op Sakura bij nu 9:30 's ochtends op donderdag 10 februari 2022. Eiland Superster Rosie viert vandaag ook haar verjaardag. Fijne verjaardag! En dat is het. Nou, spannend. Spannend. Ah, Poppy. Oh, ik moet Poppy volgen. Oké, nee, dan prima. Ik volg je wel. Gelijk helemaal in de stress. We gaan inderdaad Poppy's huis binnen. Het is wel een mooi huis. Ik ben wel benieuwd of alles is aangepast. Of dat de muren wel nog hetzelfde zijn. Dat zou wel heel mooi zijn. Oh. Oh. Met drie van mijn favoriete villagers. Nou is dat ook niet zo heel moeilijk, want ik heb bijna alleen maar favorieten op mijn eiland. Maar dit zijn wel echt favorieten. Echt cuties van mijn villagers. Oh, we gaan de kaarsjes uitblazen. Oké, ja, dat is dus de volgorde. Je wordt uitgenodigd. En dan gaan ze staan dansen. En dan moet je moet je taart, je moet de kaarsjes uitblazen. En daarna dan komt er als het goed is een soort piñata. En dan moet je die heel hard gaan slaan. Ja, dus... Ah, dat was mooi. Ik vind het trouwens wel heel leuk dat we in Poppy's huisje zijn, want dat is met van die herfstkleuren en ik vind dat super mooi. No. Oké, wat is mijn verjaardagscadeautje? Oh ja. Oké. Ik ga nu een spelletje spelen. Maar dat duurt even, want dat moeten ze even in orde maken. Ah, kijk, daar is het. De piñata. Sterrenpiñata. Oké. En dan krijg je stok. En, ja, dit is dus de piñata. Zo zit hij eruit. Zal ik even een fotootje maken? Dat is ook wel leuk, hoor. Je viert tenslotte maar één keer per jaar je verjaardag. Zo. Nou, dat is een leuke foto, toch? Oké, nou, ik ben er klaar voor, Poppy. En dan ga ik onder de piñata staan. En dan mag ik de stok. En dan moet ik hem gaan slaan. En met A en dan heel, heel, heel snel. Iedere keer. Oké, daar gaan we dan. Oké. Ik ga even naar mijn controller slopen. Oké, ik sla hem al. Rustig maar. Oh, kijk. Ah, oh, daar komen de cakejes uit. Ja, daar is cupcakes. Ja, zie, dat heb ik me dus wel goed herinnerd. Er zitten cupcakejes in de piñata. En die cupcakejes die kun je dan weer aan de villagers geven.
En dan worden de villagers ook weer heel blij. En die geef je dan aan iedereen die er niet was om het te vieren met je. Nou. Vind ik wel jammer, zeg maar, dat als je hier dan eenmaal weggaat, dan is het feestje ook voorbij. Dan je kunt niet meer terug naar binnen en het feestje nog verder vieren of zo. Dus het is niet zo dat ik nou cakejes kan gaan rondbrengen en dan daarna weer terug naar hier kan. En dat vind ik wel jammer, op zich. Ze zien er allemaal zo feestelijk uit. Ik heb trouwens ook een speciale outfit gekozen voor mijn verjaardag, maar het is niet zo feestelijk als die van hun. Ik had gewoon zoiets van, ik doe lekker iets warms, een beetje casual. Want het is koud buiten, het is februari en er ligt nog steeds sneeuw. Ah, zie ze nou schattig, daar staan dansen. Super lief. Ja, ik ben vandaag inderdaad ouder dan gisteren. Ja, en al die aandacht van mijn verjaardag, daar ga je inderdaad van gloeien. Nou, dan ga ik hier eruit en dan ga ik cupcakejes uitdelen aan de andere villagers. Ik weet dat je in principe ook objecten moet kunnen krijgen van je verjaardag. Dus de tafel en ook een bril of zo. Yay! Happy birthday to me! Altijd leuk om je verjaardag te vieren met vrienden en met cake en dat soort dingen. En dan kom ik mijn huis natuurlijk echt uit. Heb ik dan ook nog een dingetje van moeders of dat niet? Ja, kijk. Nee, we gaan het niet hebben over broccoli. Mm-mm. Nope. Nou, de rest laat ik nog even zitten, want dat is niet relevant voor de video. Maar ik zal deze wel even openmaken. Kijk, een homemade cake. Dus die kan ik straks wegzetten in mijn huisje, dat is wel leuk. Voor de mensen die zich afvragen waarom is het nog winter/kerst op je eiland. Tja, ik heb ook trouwens het nadeel dat KK vandaag er is, waardoor ik dus niet met iedereen tegelijk kan praten. Met deze villagers kan ik nou gewoon niet praten en dan moet ik dus een half uur wachten of vooruit reizen. Dat is niet leuk. Nee, ja, dit is een beetje teleurstellend, want dat betekent dat ik op die drie moet gaan wachten totdat ze klaar zijn met liedjes luisteren bij KK. Vind ik een beetje jammer. Ik ben jarig hoor, hallo. Ik heb trouwens ook een feestelijk hoedje op vanwege mijn verjaardag. Leek me wel toepasselijk. Even kijken, Diedre is thuis. Diedre was er niet bij. Dus kan Diedre een cakeje gaan geven. Nou ja, nou ben ik dus benieuwd of ik door deze cakejes te geven of ik dan ook verjaardagscadeautjes krijg van de villagers of niet. Weet ik niet. Cakeje? Alsjeblieft. Oké. Okay. Oké, en nou ga ik wel even naar buiten, want ik vind het ook zo brutaal om dan binnen te openen. Maar ik ben wel benieuwd wat er nou in dat cadeautje zit. Ik heb namelijk nog meer accounts op mijn andere Switch. En daarmee heb ik dan ook nog wel eens een verjaardag gevierd. En de ene keer kregen ze dus van die verjaardagsdingen. En de andere keer kregen ze echt van die hele random dingen die er... Ja, helemaal niks mee te maken hebben. Dus gewoon kleding of zo. Oh, ik krijg nu al... Oh, ik krijg een bril voor mijn verjaardag. Een roze verjaardagsbril. Oh, die is zo cute. Kijk nou. Oh, dit is wel tof. Wacht. Zo. Ja, dit is wel... Dat is wel leuk, toch? Die vind ik wel leuk. Oké, dan gaan we de volgende zoeken. Want even kijken. Volgens mij waren Dom en Marshall... En... Obi nog meer... Even kijken. Het is heel erg, ik weet het gewoon niet eens. Kijk, de sprinkel is er ook niet. Misschien was het sprinkel? Kiki en Poppy en Sasha waren bij het feestje. Marshall, Eric en Dom zitten hier. Oké, dus... Sprinkel moet ergens zijn.
En ik heb ook nog Coco, sinds kort. Ik had eerst Timbra, Coco zat op mijn kampeerplek en ik was zoiets van, oké, ik ga het gewoon proberen. Zo ruilen voor Timbra, dus Timbra moet nog een keertje terugkomen, want ik heb de foto nog niet. Eigenlijk laat ik villagers niet gaan, tenzij ik hun foto heb. Ja, oh, Hopper is thuis, ik kan naar Hopper toe. Hopper krijgt ook een cakeje. Vraag me af of de duur van de vriendschap, hoe goed de vriendschap is, of dat nog uitmaakt met wat je krijgt. Of je iets voor je verjaardag krijgt, specifiek met een verjaardagsthema, of gewoon een random iets. Ja, ik weet al hoe dat moet maken. Ik kwam hier ook alleen maar om een kindje te geven, schiet op. Nou, kom. Hopper, ik heb een dingetje voor je. Ja, ik ben jarig. Ik ben opnieuw 22 geworden. Tuurlijk. Ja, maar hij zegt dat hij niet zo goed is in het shoppen van cadeautjes, dus we gaan het zien. Nou, dan gaan we naar buiten en dan gaan we buiten kijken wat we hebben gekregen. Als het dan een verjaardagstafel is, want die is er ook, waar ga ik die dan wegzetten? Goed, we gaan hem even openmaken. Oh, de kaarsjes. Wacht, hoe zien die eruit? Even een plekje zoeken. Hoe ziet het eruit? Oh, dat is zo cute. Wacht, die wil ik wegzetten. Wacht. Kijk, Coco is niet thuis. Poppy is thuis, maar daar zijn we net al geweest. Kiki is thuis, maar die was erbij. Dus ik wil eigenlijk eerst de anderen die er niet bij waren, wil ik graag betrekken bij mijn feestje. Vandaag nog. Als ik nou de winkel even inloop, misschien dat er daar ook iemand is. Misschien een Sprinkle gewoon aan het winkelen of zo. Zou zomaar kunnen. Sprinkle, ben je hier? Nee. Eerlijk, ik zie wel dingen die ik wil hebben. En voordat ik vergeet ze te kopen. Ja, geef maar. Hoppa. Voor carnaval. Oh, hier is Scooter, die moet ik ook nog hebben. Ja. Neem hem mee. Aha. Oké. Deze dingen heb ik allemaal al volgens mij. Dus dan gaan we weer. En dan gaan we verder zoeken naar Sprinkle. Mis ik dan nog iemand? Ja, Coco en Sprinkle. Er zitten er dus drie op het plaza. Drie heb ik al gezien aan het begin. Dus nu, nou is het gewoon zoeken. Ik weet het niet. Misschien bij de Roest of zo. Zouden ze in het cafeetje zitten. Ik ga gewoon kijken. En anders dan sluit ik hem even tussendoor af, dan merken jullie toch niet. En dan start ik hem opnieuw op een iets later tijdstip, want het zou zomaar kunnen dat er een aantal villagers gewoon aan het rondlopen zijn. En om nou alles af te zoeken, dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Nee, ja, die is ook niet hier. Arr. Zucht. Nou. Ik ga nog één keer naar Plaza. Als ik daar geen villagers los zie, in de buurt zie, dan sluit ik hem even af. Plaza, over de brug. Beetje naar beneden. En klap af. Even kijken. Ja, zij zitten nog steeds alle drie hier. Maar misschien dat denk ik op het strand is of zo. Nee, ook niet. Hier dan misschien. Dus ja, toch. Niet. Soms dan denk ik dat ik mijn eiland zo goed ken en dan loop ik rond en dan denk ik, ik ben mijn villagers kwijt. Het zou natuurlijk kunnen dat ze ergens op bezoek is. Maar ik denk het niet. Goed, even wachten. Oké. Sprinkle was dus op bezoek bij Sasha. Dus gaan we Sprinkle, gaan we even een cakeje geven. Cupcake for you! Nou. Cakeje. Maar Sasha heeft natuurlijk al gehad, maar ik zal straks kijken, want volgens mij heb ik er 8 gehad.
zijn er 3 op je feestje. Je hebt 10 villagers. Dus ik vraag me wel af. Ja, ik vind dat het een beetje raar dat je niet gewoon 10 krijgt. Gewoon 10 voor elke villager eentje. Je krijgt er 8 en dan moet je 2 villagers teleurstellen. En dan zou je zeggen van, dat is oké, alle villagers die erbij waren in je feestje krijgen gewoon geen cakeje, maar dan hou je een cakeje over. Dat is ook weer zoiets. Oké, nou wat heb ik net gekregen in Sprinkel? Oh, zo'n bord. Wacht, ja, oh, die kan ik wel wegzetten. Waar zal ik die wegzetten? Bij mijn huis? Of bij het plaza? Gewoon iedereen mag weten dat ik hier ben. Ja, maar die... dit weg? Wat hier zo planten zo. Hoppa. Gewoon een groot bord. Bejaardig, hallo. Hallo. Nou, zij zijn dus nog eventjes bij KK. Dus we wachten totdat ze klaar zijn. En dan zijn we zo weer terug. Zo, dan gaan we even kijken of we de villagers nu kunnen vinden. Want als het goed is wisselen ze elk uur met wie er hier zitten. En ik zie nou dat de 3 die er straks zaten, Dom, Marshall en Eric, die zitten er nu niet. Ze krijgen hun huisjes langs en... Ah, kijk, hier heb je Marshall. Hey Marshall. Happy birthday, dankjewel. Kijkje. Die wil vast ook een cakeje. Hij mag daar een krumpje kijken, maar... Lekker voorbij komen. Marshall heeft ook iets voor mij. Vertel, wat zit erin? Oh, oké, dat is niet heel erg wat ik verwacht. Al die andere cadeautjes. Ik begin me toch af te vragen of het inderdaad iets van een vriendschapsdingetje is. Want ik kan me voorstellen dat ik Marshall ietsje minder heb gesproken dan de rest. Ah, ik weet het niet. Maar goed, ik heb dus een voetbalshirt gekregen. Ik zal dit ook nog even openmaken, want ik had niet zo heel veel tegen dat dit nou hier staat. Oh, ik heb een feestmuur gekregen. Wacht, dieren had ik al gegeven, toch? Dieren had ik volgens mij al gegeven. Ik moest Coco moest ik nog, Marshall, Dom en Eric. Maar die wonen eigenlijk allemaal aan de andere kant. Dan gaan we die kant op. Ja, in deze video is er nog sneeuw. Ik weet niet of ik iets met Valentijnsdag ga doen. Yay! Nee, dat klopt. Het was mijn verjaardag nog niet tot vandaag. Maar ik denk dat ik Valentijnsdag niet ga doen op stream of op video. Want ja, dat is alleen maar met je cadeautjes uitwisselen. En volgens mij ja, maakt het niet heel veel uit, zeg maar, ten opzichte van andere cadeautjes. Maar dan zou ik moeten proberen. Maar ik wil wel carnaval misschien nog vastleggen. Maar dan, tegen de tijd dat jullie die video zien, dan is er ook gewoon geen sneeuw meer als het goed is. En dan heb ik misschien ook al een beetje wat aan mijn eiland gedaan. Want nou is echt nog half afgebroken. Winterig, kerstig. Oké, wat heb ik van Erik gehad? Laten we voor altijd vriendjes blijven als je tenminste niks anders op de planning hebt staan. Oh, die vind ik cute. Dan moet ik een screenshot van. Oké, en wat heb ik gekregen? Een tophat. Oké, nou ja, wel schattig, maar niet helemaal wat ik had gehoopt. Coco is thuis. Nou, gaan we kijken. Coco, daar heb ik natuurlijk ook niet zo'n heel goede band mee. Dus nou gaan we kijken, want Coco is nog niet zo lang. Dus gaan we kijken of dat nou inderdaad effect heeft, die vriendschap, of niet. Of dat ik van Coco wel iets van verjaardag krijg. Een verjaardagsthema dingetje, zeg maar. Hier is een cakeje. Oh, ze had het niet verwacht. Is dat een slecht teken? Ze had niet verwacht om een cakeje te krijgen. Dus ze had ook niet echt... Ze had er niet echt rekening mee gehouden, zei ze. Volgens mij. Dus, Nou, ik ben toch benieuwd. Even kijken. Een eggshell.
Oké. Nee, ik zie het al. Ik zie het al. Eerst heb ik een aantal heel toepasselijke cadeautjes gehad. En nu minder toepasselijk. Mijn verjaardag, zie ik. Ik heb het onthouden. Oké, keekje. Krijg ik van jou dan de tafel? Oké. Oh, je hebt wel iets van mij. Oké. Wat dan? Brengt het ongeluk om het open te maken waar, de, waar, de, waar degene bij staat? Een schort. Een schort. Oké. Nou, dan ga ik het laatste keertje ga ik denk aan Poppy geven, want Poppy had ook het feestje georganiseerd. Alleen Poppy is er niet. Oh. Poppy? Wacht, Poppy liep volgens mij bij het plaza in de buurt. Dus daar even kijken. Gaan we hier even afdekken. Miauw. Naar de niet meer bestaande kerstmarkt. En dan gaan we hier even door. Nou, en als ik van Poppy geen tafel krijg, dan ja, dan is het jammer. Dan komt dat misschien een ander jaar. Even kijken, waar is Poppy? Poppy liep toch hier in de buurt gestart? Waar is Poppy nu dan? Ben ik nou weer Poppy kwijt? Even door. Poppy! Hallo? Poppy? Ja, anders ga ik het gewoon aan een andere villager geven die nog niks heeft gehad. Even kijken. Kiki en Poppy en Sasha waren er. Sasha, zit Sasha nou? Is Sasha gewoon weer thuis? Even kijken. Sprinkel zit er niet meer hier, maar Sprinkel heeft al iets gehad. Ik ga even hier zo langs. Zo, hier tussendoor. Marshall. Dieren. Nee, ik zie Poppy niet. Nou, dan krijgt Sasha gewoon mijn resterende cakeje. En dan. Dan zie ik wel of ik van Sasha iets krijg met een verjaardagsthema. Ik vond die tafel wel heel leuk. Ik had het wel leuk gevonden om die tafel te krijgen op mijn verjaardag. Mijn salsa is jouw salsa. Oké. Auw. Oh, ik krijg gewoon random. Oké, ik krijg. Volgens mij krijg ik douchesandalen, want. Ja, ik krijg douchesandalen, waarom? Oké, hier is een cadeautje. En het is een cakeje. Ik kan je niks anders geven, blijkbaar. Ja? Sasha had het dus aangelikt. Oké. Gelukkig heb ik ze zelf niet op. Oh, ik krijg ook een cadeautje van Sasha. Sasha, wat heb ik gekregen dan? Ja, ik voel me inderdaad. Ik voel me nou ineens 22. Wat is het cadeautje? Oh, een hoed. Oh, dat is ook leuk. Dat is ook leuk. Die vind ik ook heel erg tof. Die ga ik dragen vandaag. Maar dus geen. Geen tafel. En ik heb geen cakejes meer, dus die kan ik denk ik ook niet meer krijgen dan. Dat vind ik wel een beetje spijtig. Ik vind het heel apart hoe je bepaalde dingen van sommige villagers wel krijgt en bepaalde dingen niet. En ik weet dus niet zo goed of het samenhangt met hoe goed je bevriend bent met die villager waar je dan een cakeje aan geeft of niet. Ik heb geen idee. Ik bedoel, de meeste van mijn villagers die wonen er nu ongeveer even lang. En als ik aan eentje een cadeautje geef, dan geef ik ze eigenlijk allemaal een cadeautje. Tenzij ze al foto's hebben gegeven, dan skip ik ze vaak wel met cadeautjes. Maar dan praat ik nog wel met ze. Dus ik weet niet zo goed wat de dealio is, zeg maar. Waarom ik van sommigen wel een verjaardagsthema dingetje heb gehad en van de anderen gewoon een random dingetje. Maar dat vind ik wel interessant. Even kijken. En dan gaan we naar KK, want bij KK kan ik als het goed is nog een verjaardags... ja, een verjaardagsliedje krijgen. Misschien gaat hij het ook wel. Ja, gaat hij het laten horen? Ik weet het niet. Hey, kijk, kijk. Aha. Aha. Ja. Oké.
ga ik zitten naar Sprinkel. Maar volgens mij is Sprinkel de enige die er nu bij is. Dat is wel jammer. Als in, ik vind Sprinkel echt wel een schatje, maar ik zou het leuk vinden als er nog meer villagers bij waren. En zo te zien, staan we met z'n tweeën. Ja. Oh, dat is wel een beetje sneu. Is het zoveel leuker als er een heel groepje staat? Oh, Sprinkle die heeft oh, coolest birthday, having best friend forever and ever. Yay. Oké, ik ben de enige CBHBFFAEY van Sprinkle. Dus Sprinkle voelt zich heel erg. Die vindt dat ze heel veel geluk heeft. Maar Sprinkle heeft dus een berichtje van mij achtergelaten. No. Oh, en kijk, Sasha ook. Het is heel tof dat jouw verjaardag elk jaar weer voorkomt. Dat is dit jaar gebeurd. En dan gaat het volgend jaar weer gebeuren. En het jaar daarna. En het jaar daarna. Oh, ik moet het allemaal in mijn kalender zetten. Oh, ik wil straks dat liedje ook hebben. Dan ga ik het ook op de stereo's instellen. Ook al is het straks carnaval. Maakt niet uit. Orville, ik wou dat ik het met je kon vieren vandaag, maar ik kan tenminste wel gebruik maken van onze state-of-the-art Dodo Airlines postal services om je een fijne verjaardag te wensen. Dodo Airlines, wanneer je niet kunt waggelen. Wanneer waggelen niet volstaat. Dus waddling is toch gewoon waggelen? Volgens mij wel waddling. En Tom Nook. Oké, happy birthday. Ik zeg het niet genoeg, maar Rosie, je bent zo'n belangrijk onderdeel van Sakura B. Ja, ja. Jij zorgt ervoor dat dit komende jaar weer een geweldig jaar gaat zijn. Ja, daar kun je wel van uitgaan dat ik daarvoor zorg, ja. Het zal niet aan de villagers of aan de NPC's liggen. Ik weet dat het volledig random is en dat niemand dit heeft ingestuurd, maar blijft leuk. Ik vind het wel grappig dat als je langsgaat, volgens mij de week voordat iemand jarig is in Animal Crossing, en je gaat op hun eiland langs en KK is er, en je spreekt dan met KK, dan zegt KK van hey, wil je een berichtje typen voor de jarige voor komende week? Fijne kaarsjesdag, man. Fijne kaarsjesdag, ja. Ja, oké, zo moeten we het straks vandaag gewoon noemen. Kaarsjesdag. Ja, en dat was het volgens mij. Nou heb ik mijn verjaardagsliedje gehad. KK Birthday. Ga ik hier toevoegen. Hey, ik heb hem! Dan moet ik hem natuurlijk wel overal doen, hè? Hier ook. En dan hier, deze ook. Waar is die? KK. Zo, overal. Alle stereo's, overal. Wacht, ik heb er nog meer als het goed is. Hier is er nog één. Een stukje naar boven. Zo, en dan deze ook nog. Het hele eiland mag weten dat ik jarig ben. Zo. Oh, dat vind ik zo leuk en dan gaat het hier helemaal door. Ja, volgens mij was dat het wat betreft de verjaardag. Volgens mij kun je niet echt heel veel meer doen. Nee, volgens mij niet. En mijn cakejes zijn op. Dat vind ik erg toch wel jammer, want dat betekent dus dat ik niet meer die tafel kan krijgen. Want er is ook een tafel. Dan ben ik wel nieuwsgierig. Ga ik nog heel eventjes sneaky sneaky online zoeken. Welke items je allemaal hebt. En wat ik dan nog mis, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Even kijken, je hebt dus de taart. Taart? Ja, ik bedoel, ik heb een verjaardagstaart van Mams. Maar dat is een cake, zeg maar. Dat is weer iets anders.
Ik heb de kaarsjes, heb ik. Die heb ik wel. Oké. Het bord heb ik. Die heb ik weggezet. En even kijken hoor. Waar is de lijst nou? Hallo? Hier staat in een artikeltje wat ik heb gevonden dat je één verjaardagsitem van alle villagers krijgt tijdens je feestje zelf. Oké, ja. En als je dan de piñata hebt geslagen, dan krijg je 8 cupcakes. Ja, dat klopt. En dan kun je dus eten of delen met de villagers die er niet waren. Kijk, ja, ze kunnen dus meestal zijn het verjaardagsitems, maar ze kunnen je dus ook normale kleding en zo geven. En ik heb dus de pech gehad dat ze me best wel een aantal keer normale items hebben gegeven, dus ik heb niet de tafel, niet de cake, want volgens mij is er een aparte cake, want die staat hier op een andere tafel. Maar ik, even kijken, hier is een lijst. Ja, je hebt een hoed en een bril, maar die heb ik. En je hebt een feestmuur en een feestvloer. En de muur heb ik gekregen. Oké. Je hebt dus een tafel. En een bord. En kaarsjes en een cake. Dus er zijn, zo te zien, 8 items. En ik heb er daarvan, even kijken, 2, 3, 4, 5. Ik heb er 5, dus ik heb net iets meer dan de helft ervan gekregen. Dus, hopen dan maar dat ik komend jaar de rest krijg van de resterende villagers. Misschien dat ze ook kijken naar wat je alles hebt vastgehad. En ik heb wel verjaardagsitems vastgehad van mijn andere account. Dus dat zou zomaar kunnen, maar dat weet ik niet. Maar goed, dat was mijn verjaardag in Animal Crossing. Ik dacht, het lijkt me wel leuk om dat een keertje vast te leggen. En het is ook alweer best wel een lange video. Dus ik denk dat we het hier ook maar gewoon lekker bij laten. Ik vond het wel leuk om dat hier te doen. Maar zo kwam gewoon klaar. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En dat jullie ook een beetje je betrokken hebben gevoeld bij mijn verjaardag. En ik zie jullie graag weer in de volgende video. Welke dat is, weet ik nog niet. Maar je ziet het vanzelf verschijnen hier op het kanaal. Doei!